Hallo, ik ben Etty Segers. Ik maak compost van al het afval wat hier uit de mooie tuin komt. Wilt u nu uw eigen compost maken? Dan heb ik 6 tips voor u. Heel makkelijk zelf te maken. U zet er 3 tegen elkaar in een U-vorm met een draadje daar vastgezet. En dan kunt u die zelf vullen met ongeveer 1 kubieke meter compost. Gooi al uw afval op een hoop. En dan moet u denken aan al het groen afval, keukenafval, onkruid, graspollen, maar nooit gekookte etenswaren erop. Het is belangrijk om in laagjes het op te bouwen. Dus wat vers materiaal en daarna wat ander materiaal of gras en dan blad. Zeker niet als je gras gemaaid hebt, alles in 1 keer erbovenop, want dan weet je zeker dat het te heet wordt door broei en mogelijk zelfs brand kan er ontstaan. Hou het luchtig. Ga niet op de composthoop staan. Zet hem eventueel een keer om. Als je begint met de composthoop, kan het zijn dat die een zetje nodig heeft. Koop dan een compoststarter. Of nog beter, gooi er een emmertje van een bestaande composthoop tussen. En daar zitten alle bacteriën en schimmels in. Landbouwkalk is ook belangrijk om de zuurgraad een beetje te verhogen. En na ongeveer 1 jaar krijgt u dit en dat kunt u gewoon verwerken in uw tuin. En wilt u meer weten van deze tuin en van het maken van compost, komt u rustig eens een keertje langs. En kijk maar op de website wanneer we hier aan het werk zijn.